Ik vind dit opdringerige oplichters. Een hele leugenachtige manier om aan je geld te komen. Dit is toch wel randje oplichterij. The real question is this: was all this legal? Wat Leonardo DiCaprio hiermee te maken heeft, vertellen we straks. Maar eerst naar Eduard, Sanne en Geeske. Hi. Alle drie hardwerkende jonge zelfstandige ondernemers met ontzettend veel liefde voor hun vak. Ik werk in de zorg. Ik ben ondernemer in de arbeidsbemiddeling. Ik ben psycholoog en relatietherapeut. En die kennis van en liefde voor hun vak wordt door ZWorks handig gebruikt. Er werd een kennisitem gemaakt voor How It's Done. En daar werd mijn expertise gevraagd over de veranderende arbeidsmarkt. Er was toen al sprake van krapte die er nu alleen nog maar meer is. En daar werd eigenlijk mijn kijk en mijn inbreng voor gevraagd. Ja, hij vroeg mij om als deskundige wat te vertellen. Over relaties in coronatijd en ook over relatietherapie dus. En ik vond dat heel leuk, want ik ben nogal een vakgek. En ook Eduard gaat overstag als ze een item willen maken over zijn net gestarte project tuintjes van bejaarden laten onderhouden door mensen met een beperking. Ik denk, yes, ik na alle moeite die ik heb gedaan om dat project van de grond te krijgen met die tuintjes doen bij ouderen, dacht ik, yes, ik krijg een kans om op tv te komen. En blijkbaar is dit normaal om daar wat voor te betalen. Dus het enthousiasme heb ik toen getekend. Ja. De medewerkers van ZWorks doen zich dus voor als programmamakers van RTL en SBS. En degene die Geeske aan de lijn had, pakte het nog creatiever aan en zei ook te werken voor een programma met bijna dezelfde naam. Hij heeft wel uitgelegd van, ken je Nederland van boven? En toen had ik gezegd, ja, dat ken ik. Dat zijn die hele supermooie droombeelden van Nederland. Ja, zei hij, dat klopt. En we hebben nu een nieuw programma en dat heet Holland van Boven. En dan gaan we eigenlijk een beetje inzoomen en dan gaan we op verschillende onderwerpen, ook beelden van boven en een beetje zo kijken. Later zag ik pas van, ja, het is een totaal ander programma en het heeft er helemaal niks mee te maken. Elke week reizen we naar verschillende plaatsen en krijgen we een kijkje in de keuken bij uiteenlopende bedrijven door het hele land. We zijn nu wel heel erg benieuwd hoe het werkt bij ZWorks. Op internet vinden we een vacature en we besluiten te solliciteren. Wat ons opvalt is het salaris dat je kan verdienen. Tussen de 3500 en 8900 euro per maand. Arbeidsbemiddelaar Sanne vindt daar wel wat van. Zeg daar maar eens nee tegen, ongeacht wat je daarvoor moet doen. Hallo, komt het nu uit? Nadat we hebben gesolliciteerd, mogen we bellen voor meer informatie. En dat doen we natuurlijk. Maar nou vroeg ik wel een beetje af van wat zijn nou eigenlijk precies de werkzaamheden? Want er staat het verkopen van televisieformat. ZWorks is een extern media productiehuis. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de invulling en de productie van een 9-tal televisieprogramma's. Die programma's zenden we uit op de verschillende commerciële zenders in Nederland. Ja, en wat wij doen is, kijk, wij gaan niet wachten tot die ondernemers naar ons toe komen met de vraag van, jongens, wij willen op televisie komen, kun je dat voor ons gaan regelen? Wij benaderen ondernemers zelf. We bellen gewoon koud. Koud bellen betekent ongevraagd bellen. En dan het liefst op een moment dat het de gebelde niet uitkomt. En je moet natuurlijk gelijk beslissen, anders is je kans voorbij. Ik werd door ZWorks gebeld, eind van de middag. En ik heb ook aangegeven, ik ben op vakantie. Ze zeggen, kunnen we je spreken? Je hebt een eigen bedrijf, kun je daar wat over vertellen? Ik zeg, nou ja, ik heb eigenlijk niet heel veel tijd, want ik heb zo een andere afspraak. En ik ben ook op vakantie. Maar goed, het gesprek moest vandaag plaatsvinden. Ik heb toen wel gezegd, want ik moet daar heel even een beetje over nadenken. Maar het moest eigenlijk allemaal wel vrij snel besloten worden. Want het programma zou vrij snel gemaakt worden. En er moest opnametijd voor mij gereserveerd worden. Tijdens de sollicitatie horen we hoe we ondernemers moeten benaderen. Dat doen we op basis van een anti-sale pitch. En laten ondernemers zichzelf aan ons verkopen voordat wij hen iets gaan verkopen. En als jij op dat moment die raakvlakken ziet, kun jij hen meenemen in die uitzending. Dus dat is de eerste trigger voor de anti-sale, zodat zij zich aan ons gaan bewijzen. Want er is natuurlijk geen één ondernemer die wil horen dat zijn bedrijf niet interessant is. Daar heb ik achteraf wel over nagedacht. Van, dat is eigenlijk een beetje gek als iemand jou belt van, hey, wil jij meedoen, dan zouden ze mij iets moeten geven. Daar schaam ik me denk ik ook wel het meeste voor, dat ik daar zo in ben getrapt. Het was voor mij wel een beetje een gênante ervaring, omdat ik toch het idee had van, joh, iemand vraagt mijn expertise en vervolgens kom ik er eigenlijk pas na een uur praten achter dat ik gewoon iets moet gaan afnemen en dat het om advertentieruimte gaat. Advocaat Casper Janssens is er heel helder over. Dit mag niet.
Als je iemand opbelt voor zijn expertise en uiteindelijk wil je hem gewoon een advertentie verkopen, hè, want dat is dit, een advertentie op tv, dan is er echt sprake van misleiding. Dan met valse voorwenselen probeer je een overeenkomst aan te laten gaan. Het uiteindelijke doel is de ondernemer advertentieruimte te laten kopen. En dan is het natuurlijk niet handig om te zeggen waarvoor je echt belt. Als ik jou bel en ik zeg, luister, goedemiddag, zijn we gewoon maker van het televisieprogramma Hou het dan. Wil je op televisie komen? Ga je dit en dit kosten? Word je zaterdag op zondagmiddag uitgezonden om 5 uur en de week na 2 keer herhaald? Ga je het doen of niet? Nee, dan ben ik al weggeblazen. Exact. Het verhaal aan de telefoon werd mij verteld van we zenden zondagavond uit. Dat is het tijdstip dat iedereen tv kijkt. En achteraf bleek ook dat ze dat op zondagochtend uitzenden. En dat Nul Nederland beleeft eigenlijk heel weinig kijkcijfers heeft. Ja. En ook Geeske kwam pas bij het tweede gesprek, nadat ze getekend had, erachter dat haar iets heel anders werd voorgespiegeld. En die vroeg in één keer, wat wil jij vertellen over jouw bedrijf? En toen was ik helemaal in de war direct, want ik dacht, jullie gaan mij toch interviewen over relaties en over relatietherapie. Dus ik zei dat tegen hem. En die zei, nee, dat is helemaal eigenlijk niet zo. Holland van Boven is eigenlijk een reclameprogramma waarin jij 2 minuten reclame gaat maken over jouw bedrijf. Waarop ik eigenlijk vooral heel erg in de war was, omdat ik dacht, ja, maar daar heb ik niet voor getekend. De afspraak was, het zou binnen dat thema zijn en ik zal als deskundige mijn verhaal vertellen. En nu is het in één keer gewoon een eigenlijk ordinair reclameblok. Pas na 3 kwartier bellen wordt er gesproken over waar het voor de verkoper echt om draait, namelijk cashje. Op een gegeven moment in de laatste 2 minuten werd er wel in één keer verteld dat ik daar wel voor moest betalen. En er werd meteen ook wel de link gelegd naar Harry Mens, dat je daar zoveel €1000 moest betalen om aan tafel te zitten. En dat het heel normaal was om redactionele kosten te betalen. Nee, hij zei aan de telefoon dus ook van die kosten en hij legde uit, ik zei ja, een beetje veel, want ze zei, nee, het is heel normaal, want als je bij RTLZ betaal je al snel €10.000. En dan zie je ook, hè, dus als je zo even in de gauwigheid googelt, natuurlijk wel bedragen van €6.000 tot €15.000. Dus ik vond het eigenlijk ook, toen dacht ik, oh nou, dat zal hem wel zo kloppen. En dan is €3.000, hij noemde aan de telefoon natuurlijk de btw er niet bij. Dat voelt dan bijna als een soort koopje. En na dat koopje verdient de callcentermedewerker flink. Al onze programmamakers werken op basis van commissie. Dus die werken niet met vaste uurlonen. Ook niet met een vaste maandvergoeding. Maar 20% van ieder contract wordt er dan uitbetaald van onze verkoper. En dat betalen wij wekelijks uit. Oh jeetje, dat is echt veel. 20% komt namelijk neer op zo'n €500 per deal. En dat vinden we ook terug op de verschillende klachtensites waar oud-medewerkers een boekje open doen. Zo zeggen ze, het zijn oplichters, want op het moment dat je getekend hebt, krijgt de desbetreffende callcentermedewerker minimaal €490 als beloning. Een ander zegt, ik heb zelf 2 maanden gewerkt voor Z-Works. Er werken oplichters en het zijn ordinaire cowboys. En iemand anders zegt weer, je moet van A tot Z liegen. Je moet vertellen dat je een journalist bent en mensen in de loer leggen met het verkopen van zendtijd. Je krijgt een belscript voor je neus met ja ja op de voorkant, The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! Z-Works verkoopt op een agressieve en misleidende manier advertentiezendtijd. Maar mag dat zomaar? Het antwoord is simpel, niet meer. En dat komt door de telecommunicatiewet die per 1 juli 2021, vorig jaar dus, is aangepast. Consumenten mogen niet meer gebeld worden en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid. Dus ZZP'ers, eenmanszaken, vennootschap onder firma en maatschappen, die mogen niet meer zo gebeld worden. Dus alleen als je rechtspersoonlijkheid hebt, een BV of een NV, een stichting of een vereniging, dan mag je wel gewoon gebeld worden. Eduard is ZZP'er en geen klant. En hij had dus helemaal niet gebeld mogen worden. Maar ondanks dat zet Z-Works hem flink onder druk. U hebt met volle verstand getekend. We proberen een oplossing te vinden, maar u wil niet meewerken. Je moet binnen. Ik dacht eerst dat het 14 dagen was, maar het schijnt dus binnen 10 dagen dat ik moest betalen. Omdat ik dan moest annuleren. En dan 35% van het bedrag, dus 3000 nog wat, zou ik dan moeten betalen. Maar in diezelfde klachtenmail had Eduard ook de telecommunicatiewet genoemd. En toen? Voor niet-rechtspersonen gelden andere regeling, dus de factuur komt te vervallen. We laten de mailcorrespondentie zien aan advocaat Casper Janssens. Het is wel een hele lange mail waarin hij moet betalen. En dan in een heel kort mailtje zijn ze tot inkeer gekomen. Dat gaat snel bij Z-Works.
is net zo snel als je een overeenkomst sluit bij ze. Maar de boodschap dat je geen ZZP'ers mag bellen is nog niet doorgedrongen tot het callcenter van Zetworks, zo blijkt tijdens ons sollicitatiegesprek. Zijn dat dan grote bedrijven of ook ZZP'ers? Dat kan van ZZP'ers tot grote bedrijven. Wij hebben stukken door uit Rotterdam gehad vorige week. Ze lijken dus gewoon door te gaan bij Zetworks, ondanks dat ze weten dat het niet mag. Ze proberen het gewoon, sturen een factuur en hopen dat de ZZP'er in kwestie niks van de regels weet en gewoon betaalt. We hebben navraag gedaan bij Talpa en RTL. RTL wil in gesprek met Zetworks, omdat de klachten erop wijzen dat regels niet worden nageleefd. En Talpa is nog een stuk duidelijker. Ze hebben Zetworks meermaals aangesproken op hun werkwijze. En toen daar geen opvolging aan werd gegeven, heeft Talpa in oktober nieuwe samenwerking stopgezet. Tja, en dan willen we Zetworks hier graag aan tafel hebben, maar het antwoord bleef uit. Dus we sturen Fons erop af. Wij zijn op zoek naar Zetworks. Ja. Ze huren wel hier ruimte. Ja, ja. Kan je ze bellen om te zeggen dat wij hier zijn en of ze naar beneden willen komen? Ik kan het proberen. Nee, ik ga geen. Nee. Oké, we gaan even bellen. Je wordt niet opgenomen. Ik zag een gemiste oproep van het nummer. Hallo, sorry, met wie spreek ik? Met Zetworks. Hi, waar ben jij precies? Op mijn werk, hoezo? En is dat in het kantoorpand? In Rotterdam, Koolsingel? Hallo? We willen graag iemand spreken. Is het mogelijk dat ik iemand aan de lijn krijg van de directie? Ja, ik kan een opvallendje bij je neerleggen. Dat zou heel fijn zijn. Ik krijg geen gehoor. Ja, dankjewel. Ja, ik zag dat je had gebeld. Lukt het verder trouwens met het bereiken van de directie? Nee, ja, helaas door Goede Vrijdag gaat het niet echt lukken. Dus waarschijnlijk neemt ze dan pas dinsdag weer contact met jullie op. Maandag zit het in de uitzending, dus vandaag nog de kans om in gesprek te gaan. Oh, en wat is de vraag precies? Waarom jullie aan misleiding doen? Ja, jullie wordt zo snel mogelijk gebeld. Oké, ik wacht het af. Ze heeft me weggedrukt. Dan zegt Janneke dat ze me wil bellen. 3:15, stipt 14:45. En dan drukt ze mij vervolgens weg. Oh, ik ben weer weggedrukt. Ja, en dan maar langs bij Dutch Content Productions, onderdeel van Zetworks. Hallo, Fons hier van Radar. Hallo, willen jullie graag wat ruimte in onze uitzending bieden? Dus kan iemand mij te woord staan? Ja, sorry, maar ik moet de boel hier afsluiten zo. Nee, maar je kent wel het bedrijf Zetworks? Hallo? Nou, ik denk dat we wel hebben aangetoond dat het bedrijf geen reactie wil geven. Ja, in een schriftelijke reactie die vandaag toch nog kwam, zegt Zetworks dat zij handelen conform de geldende wet en regelgeving en dat zij hun klantbenadering op basis van onze signalen nog eens onder de loep zullen nemen. De volledige reactie is na te lezen op radar.avrotros.nl.